abonneer, like op het kanaal van Krasjes. Mr. Steven heeft gisteren voor onze Jesse overheerlijke taart gemaakt. Bas, aan jou de eer om hem te openen. Ja, hij stond in een goede stuk. Alleen hij is niet opgegaan. En aangezien Mr. Stevia aan ons had gevraagd of dat in de vlog zou komen. Hij is lekker. Nou, hij heeft niks op. Ja. Ja. Iedereen zit te genieten. Stevia, dankjewel. Kaspertje. Ja. Wat ga je doen? Triple back, denk ik. Nou ja, zet hem op. Ik ga echt doen. Hey, geen 2,5 hè? Nice! We gaan nog een keer. Hey Kas, wat was dat nou? Ga je hem nog een keer proberen? Ja. Als Kas hem doet, dan doe ik hem ook. Wat zeg je nou? Als Kas hem doet, dan doe ik hem ook weer. Hij springt wel hoog hoor. 2, 3. Nou ik? Ja! Ik ga hem vet in maken. Dat. Heb je een nieuw foam gekocht voor Jochem? Luister, omdat jullie zo lang bezig zijn om die foampit te legen, koop ik gewoon een paar grotere blokjes om erin te leggen. Britt, wat ben je aan het doen? Ik ben de reacties aan het kijken, want ik moet een privéles geven. En waarom moest dat? Ja, omdat de kaartjes kwijtgeraakt was. Hoeveel? 5. Lekker voor je. Can I pay with the bank, pass? Ja, dat ben ik wel goed in, hè, Engels. Doe de straf van hem dat iedereen in zijn ballen mag slaan, schoppen of wat alles wat erin kan. Dat is letterlijk wat er staat. Oké, met 14 man in jouw zak trappen. Ga er even bij, Devin, ga er even bij, jongen. Devin, doe even meelezen. Ja, maar hij is nog niet goed, kom naar het bed. Brett moet met een knijper de foampit schoonmaken. Met een knijper, waarom met een knijper? Dat werkt toch niet? Nee, daarom juist. Okay. En je eentje de foampit schoonmaken, hoe lang ben je daarmee bezig? Alles uit, stofzuiger, alles erin bedoel je? Ja, ik denk 18 uur of zo. 18 uur? We hebben toen met 8 man, hebben wij hier 4 of 5 uur over gedaan. Dat hij in zijn onderbroek flips moet doen. Ja, dat vind je alleen maar leuk. Ja. Brent, hè, Brent, mag wel een minuutje op een vieze sok saplast af. Ja. Wel die in mijn werkschuur heeft gezeten dan. Ja. Greg stond dik bij mijn sokken, maar dat zou ik niet doen, want die stinken. Maar socks. Brent moet een tattoo zetten van crossjumps. Ja, dat vindt hij niet erg. Dat probeer ik hem eigenlijk al een tijdje tegen te houden. Waarom? Nou, dit is op zich ook wel een leuke. Straf voor Brett, chicken run buiten doen met taarten. Nou, of met ijskoud water. Chicken run buiten met taarten. Nou, Mr. Stevia. Ja. Bak maar een stuk of 10. Brett moet een crossjumps tattoo nemen. Nou, dat komt wel heel vaak. Anders Habiba challenge in het station. En wat? Nou, dat is dat je jongbroek door het station rennen. Ja, nou, dat vindt hij ook niet erg. Ik ben er ook opgepakt. Ja, dat klopt, ja. Ze schrijven jouw naam wel verkeerd altijd. Ja, ik snap er niks van. Jullie moeten allemaal met een permanent marker SD-kaart op zijn buik schrijven. Schrijf dan wel op je buik. Ja. Ja, dat moet wel zo'n... Ja, zo. Een lied schrijven over crossen en dat dan op Insta zetten. Ja! Die vind ik goed. Ja! Ja! Ja, ja wel. Meen je dat? Van Cillian. Of Cillian. Hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? Maar dan ga jij het zingen. Jawel. Afgesproken, okay. Dit is de winnaar. We hebben de winnaar. Cillian,
dat zie je zo niet. Nou, in ieder geval, Cillium, een lied schrijven over Crossiums en dat dan op Insta zetten. En ik ga het zingen. Maar ja, dit gaat wel een paar vlogs duren, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Maar ja, die heeft een privéles gewonnen met Brett. Ja, en mijn zangkunst komen weer naar boven. Jongens, jullie hebben wel een grote teringband van gemaakt. Dat is spelkwartier. Opruimen door jullie toch. Wat zei je nou? Mijn moeder ruimt altijd voor mij thuis op. Ja. Je bent niet jullie papa. Ja. Ik ben niet zo'n hele goede interviewer. Ik ben wel blij dat ik weer Nederlands mag praten. Ja. Wie had eigenlijk die naam verzonnen? Cross Gaming. Cross Games. Wie had die naam verzonnen? Ik was het. Helemaal niet. Oké, jongens, wat vonden jullie ervan, van de Cross Games? Zijn jullie een beetje bekomen? Ik vond het de beste tot nu toe. Ik geef Wouter wel gelijk. Ik vond het ook een van de beste evenementen tot nu toe. Goed sfeer, gewoon iedereen support elkaar. Dat is eigenlijk wel altijd wel, maar hierbij was het, I don't know. De muziek erbij, support, iedereen stond op de trampoline heen, dat heb je normaal nooit eigenlijk. Ja. Dus, thanks ik vond het ook aan Jochem top. Voor iedereen op de trampoline te laten staan. Ik ben wel een, fuck you. Oh, sorry. Piep. Ik ben wel in één dag 10 jaar ouder geworden door de stress. Ja. Er gingen een paar dagen echt heel extreem. Ja. Dus dat wel. Maar dat is eigenlijk ik heb nog meer grijzaren gekregen. Kon dat? Ja. Wat vonden jullie het hoogtepunt? Dante? Ja, Dante inderdaad, maar... Ik vond juist Bart, hoe die terugkwam na Dante. Dat vond ik bizar. Was het er niet meer, nee, ik vond eigenlijk iedereen gewoon... Iedereen was zijn limits aan het pushen, zeg maar. En gewoon iedereen eigenlijk over zijn grenzen, maar wist wel wat hij deed en zo. En daarom zijn er ook geen ongelukken. Ja, zeg maar, ja geen ongelukken, dat is het allerbelangrijkste. Iedereen had die tricks in zich, maar had net die push nodig om het te doen. Ja, dat was hier met die... En ook hoe dan gewoon toen Dante die triple-back rodeerde naar quad code deed, hoe iedereen... Na hem toe vloog en zo. Ja. Gewoon de saamhorigheid was. Maar daarom vond ik het juist vet dat Bart, want eigenlijk toen Dante gesprongen had, had iedereen zoiets van: oh, het is afgelopen. Voor, en toen kwam Bart nog even daarachterna van hier. Daar heb jij het mooiste gemist. Met zijn quad verlinnen geland. En met de run? Met de run, ja. Ook, met de run was. Die gozer die zijn shirt over zijn kop deed. Ja, dat vond ik wel een top. Dat was Niels, toch? Ja, dat was Niels. Of hij kon goed door zijn shirt heen kijken, of hij is gewoon helemaal gek in zijn hoofd. Ik denk allebei. Ja, allebei. Niels, du bist krank. Ja. Als je kijkt. En weet je wat ik nou ga doen? Ik ga even de schade... T-packsen. We gaan met T-packsen. Dat is van die Franse jongen, die op zijn gezicht. Zien, die heeft weer heel hard gebloed. Moet je zien. Je gewoon een hele kruis weg. Mannen, wat hebben jullie net gedaan? Triple front en double chookie. Double chookie en triple front. Ja. En wat hebben jullie nog meer gedaan? Dubbel side flip. Oh, allemaal in de foam pit hoop ik. Ja. Double front al full. Het moet niet gekke worden met jullie, hè? Die moeten we wel even gaan filmen dan. Gaat die dubbel back halen, Robin? Ja. Ja. Ja, ja, netjes. En we hebben nog meer springers vandaag. Stel je even voor, wie ben jij? Ik ben Tico. En ik heb gehoord dat jij ook een YouTube kanaal hebt. Ja. Wat is je YouTube kanaal? Want dat moet je wel even zeggen dan. Hier is Tico. Oké, okay, en wat doe je op je YouTube kanaal? Van alle sketches en veel andere dingen. Oké. Okay. Nou, dus moeten mensen abonneren? Ja. Goed zo. Hier is Tico. Brett doet wel ergens die link hierzo of zo. Ja. Waar moet hij de link doen? Brett, hierzo. Hierzo. Nee, iets omhoog, want dan zie je dat costume shirt niet. Ja, daar ja. En stel jij je voor? Ik ben Keanu en ik heb ook een YouTube kanaal Keanu Koymans. En daar doe ik vrieren en nog veel gekke dingen. Dus we hebben allemaal YouTubers in huis? Ja. Nou, laten we de trick zien. Mooie combo. Ja. En waarom vind je die supertramp lastig? Omdat die heel hoog
en dan val je makkelijker op je rug. Hij gaat hoog, hè? Ja, hij gaat heel hoog. Ben je moe? Ja, een beetje. Ja? Goed, zo ga je stoppen dan? Nee. Nee? Ben jij moe? Nee.